Dus daar is eigenlijk het zaadje van hoe de Europese constructie, de monetaire constructie, eigenlijk is beginnen fout lopen. En vandaag zien we daar effectief, onder de druk van de financiële crisis, ook effectief de gevolgen van. Je hebt heel moeilijke beslissingsprocedures. Elk land kan zelfs op sommige vlakken zijn veto uitspreken, zoals bijvoorbeeld in het noodfonds, maar ook bijvoorbeeld het beschikkingstellen van geld gebeurt, dat de lidstaten hun goedkeuring aan moeten geven. Alle maatregelen die worden voorgesteld, trouwens door de Europese top, beslist door de 17 of de 27 regeringsleiders, moeten eerst nog het allemaal door een ratificatieproces, dat enorm veel tijd kost. We weten allemaal dat financiële markten in een split second, op de knop, kunnen beslissen om te kopen of te verkopen. En wij als Europese politici nemen dan 3-4 maanden de tijd om het hele proces te ratificeren, om er toch zeker van te zijn dat iedereen aan boord is. En dat is een systeem dat dus vandaag niet meer houdbaar is. Los je dat dus, ik denk dat je dus effectief, zoals professor ook heeft aangegeven, een aantal korte termijn en een aantal lange termijn dingen moet doen. En op de korte termijn, en we hebben het er de ruimte over gehad, is eigenlijk het verhaal van de ECB. De ECB, die eigenlijk op het Duitse leest is geschoeid en het vooral naar inflatie kijkt, zou eigenlijk een uitbreiding moeten krijgen op haar bevoegdheden. En Draghi, de nieuwe gouverneur van de Europese Centrale Bank, blaast eigenlijk een beetje warm en koud, want hij heeft eigenlijk gezegd van kijk, ik heb nu van de rente verlagen, dat is een stukje symbool dat ook wel belangrijk was naar de economie toe. Maar heel de aankoopprogramma van bonds om eigenlijk extra liquiditeit in de markt te brengen, daar denk ik ook niet zo voor. Anderzijds zien we dat deze week de Europese Centrale Bank dubbel zoveel bonds heeft aangekocht, namelijk 9 miljard, dan de week daarvoor. Dus ze blazen daar een stukje tegelijkertijd warm en koud. En dat is eigenlijk de essentie van het probleem. Men past zich aan, de Europese leiders geven signalen naar de financiële markten die eigenlijk altijd 6 maanden te laat komen. Moest men een aantal maatregelen die men vandaag van overtuigd is dat ze nodig zijn, die vandaag ook in actie zijn getreden, moest die 6 maanden of een jaar geleden zijn gekomen, hadden we waarschijnlijk niet zo ver gestaan als vandaag. Twee, denk ik dat je op lange termijn effectief moet gaan kijken hoe je toch een aantal verdragen zal kunnen aanpassen. En dan open je natuurlijk voor sommigen opnieuw een doos van Pandora. Herinner u de discussie en het referenda over de verschillende verdragsaanpassingen, initieel de grondwetten na het verdrag van Lissabon en dergelijke mee. Maar dat zal je toch naartoe moeten. Je zal toch, als je die politieke onderbouw wil voorzien, ook een stukje op lange termijn die verdragen moeten kunnen wijzigen. En als die verdragen gewijzigd worden, wat is het eerste belangrijkste punt dat daarin moet staan? Wel, dan zal je toch effectief meer macht moeten geven aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. De discussie die we nu elke 2-3 maanden mee zien, waarbij Merkozy, zoals het tegenwoordig al genoemd wordt, Sarkozy en Merkel samen de grote trom slagen om de 27 anderen te overtuigen en vooral zichzelf te overtuigen dat een aantal dingen nodig zijn, dan moet eigenlijk de Europese Commissie, een sterke Europese Commissie, het voortouw nemen. Een aantal weken geleden is Olli Rehn, die minister van Financiën, is eigenlijk ook benoemd in de Commissie om verantwoordelijkheid te nemen voor die eurozone. Dat was een symboolstap, maar die toch wel heel belangrijk. En dat je dan daarmee eigenlijk ook aangeeft dat de Europese Commissie ook meer inspanning wil gaan doen om die eurozone van een politieke onderbouw te voorzien. Want daar is toch een stukje, en dat is misschien een zijsprong, zou ik ook even zelf willen maken, een stukje van het democratische deficit dat we vandaag kennen in Europa, zit daar natuurlijk voor een stukje. Moest er een spel zijn tussen commissie en parlement, waarbij de commissie verantwoordelijkheid neemt en ook politiek verantwoordelijk wordt voor een aantal van die beslissingen, rond de sanering van de begroting, rond het al dan niet opkopen van bots en dergelijke meer, dat de politieke verantwoordelijkheid kan dragen in samenspel met het parlement, dan zou je een stukje van het democratische deficit dat vandaag bestaat erop. Dus er zijn een hele reeks maatregelen, denk ik, die je op korte, middellange en lange termijn kunt nemen om die Europese constructie, die monetaire unie, te voorzien van een politieke onderbouw. En dat zal gaande verder integratie, naar meer bevoegdheden voor Europa, naar meer controle van Europa op begrotingsvlak, maar ook meer verantwoordelijkheid voor de Europese dienstvoerders. En dus misschien een follow-up vraag: als je die Europese constructie zou aanpassen,